Eén doelpunt zou kunnen volstaan voor AA Gent om de volgende ronde te halen. Maar het vindt o zo moeilijk een opening tegen de massaal verdedigende Wit-Russen. Enkel Azo Feifa is er in de eerste helft erg dichtbij met een krat. Het moet dan maar in de tweede helft gebeuren. En het lukt ook vrij snel. Maric vindt El Ghanassi en Gent op voorsprong. Een mooi doelpunt, zowel wat voorbereiding als afwerking betreft. De maker van de goal is de jonge Yassine El Ghanassi. Geen twee minuten later krijgt Ljubijankic een reuze kans om de voorsprong te verdubbelen. Maar een Sloveen laat die liggen. Eén tegendoelpunt van de Wit-Russen zou fataal zijn voor Gent. Harabatchov met de vrije trap. Redding Jorgasevic. En 8 minuten voortijd nog een vrije trap voor Naftan. Dit keer gaat de bal centimeters naast. Geluk voor AA Gent. Het blijft bij 1-0. En zo spelen de Buffalo's in de volgende ronde tegen de Italiaanse topper AS Roma. Ik kan niet beter wensen natuurlijk. Hè. Al die grote sterren in het Olympisch Stadion, dat is fantastisch. Hè. Kijk er enorm naar uit? Ja, absoluut. Het is al binnen een week, dus we zijn klaar. Heel Gent is klaar, denk ik, om dat daar te gaan. En heeft Gent wel een kans tegen AS Roma? Goh, je weet maar nooit, hè, maar daar zullen we toch voorzichtig moeten blijven. Denk ik.